Nou, we staan hier in Nieuw-Beierland in de Hoekse Waard. En in de Hoekse Waard is dit een van de laatste plekken waar nog patrijzen voorkomen. En speciaal om de patrijzen hier een handje te helpen, hebben we dus een aantal maatregelen voor ze getroffen. In totaal worden hier ongeveer 200 stuks struiken aangeplant. De patrijzenhaag bestaat uit soorten die in het najaar best dragen. En daarnaast zijn er ook een aantal soorten die door nog zijn, zodat eventuele roofdieren er niet makkelijk in kunnen, waardoor de patrijzen dekking kunnen vinden in de haag. En het grasland op dit terrein wordt ook ecologisch beheerd, wat betekent dat we jaarlijks maaien en afvoeren. En dat het hooi wordt gebruikt voor de dieren hier in de regio.